alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de Heer. Naar boven alle namen.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ik mag u begroeten in de naam van de Heer Jezus Christus. Wanneer u deze video ook maar kijkt, het is fijn om gemeenschap van de Heer Jezus Christus te zijn en toch nog ook op deze manier samen te kunnen komen tot lof en eer van zijn naam. In de verwachting dat hij ons ook zal zegenen. En dan wil ik u graag aan het begin van de dienst met u voor bidden. We danken u onze trouwe God, onze almachtige schepper van hemel en aarde. U die inderdaad trouw bent en nooit laat varen het werk van uw handen. Wat zijn we bevoorrechte mensen dat we bij u mogen horen. Dat we uw kinderen mogen zijn door genade, door het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In deze tijd, in de lijdenstijd, staan we in een bijzonder stil bij zijn lijden en sterven. En we danken u, Heer, voor die onuitsprekelijke genade bewezen in Jezus, uw Zoon. En uw liefde. Wij mogen daarin samenkomen. In de wetenschap inderdaad dat u niet loslaat het werk van uw handen. En we elkaar ook de genade en de vrede van u mogen toebidden. Genade en vrede u zij u van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer en Heiland, in en door de gemeenschappen met de Heilige Geest. Amen. Zwemmen geweest. Ja, want we mogen weer naar zwemles. Ja, en we mogen steeds een beetje meer. Dat is wel fijn, hè? Ja, want als ik heel eerlijk ben, vond ik het de afgelopen weken soms wel een beetje ikkie-pikkie donker. Ja. En we mochten niet heel veel dingen. Waren thuis, geen school. Niks aan eigenlijk. Maar we mogen steeds meer. Ja, en het wordt steeds een beetje lichter. Ja. Maar dat is wel bijzonder. Want we gaan ook steeds meer naar Pasen toe. Ja. Heb je daar ook zo zin in? Ja. En zo'n mooi feest. Wat de Heere God toen voor ons deed. Ja. Dus zullen we dan maar gewoon lekker doorgaan? En steeds meer wachten op het licht. Ja. Hey hoor, doei! Soms lijkt de wereld zo donker en kijken mensen zo somber. Maar u geeft blijdschap en die is voor iedereen. Soms zie ik kinderen huilen, bij u mogen ze schuilen. Want u geeft blijdschap en die is voor iedereen. U zei dat wij licht in de wereld zijn, die hoop en liefde schijnt, de duisternis verdrijft. Hey, we gaan door, want uw liefde schijnt als een lichtshow voor de wereld. Kom op, we gaan, doe je lampen aan. Ja, we staan stevig op de rots, u heeft alles gedaan. Ja, we willen doen wat u doet, want u maakt alles weer goed. Wij staan in het licht, licht, breken door de duisternis, mis. Telkens als het donker. Oh,
iedereen. Soms zie ik spannende dingen, dan ga ik over u zingen. Want u geeft vrede en die is voor iedereen. U zei dat wij licht in de wereld zijn, die alle angst verdrijft, zodat de pijn verdwijnt. Hey, we gaan voorop als een kind zo vrij. We laten u zien, geen illusie. Sterk in uw naam door wat u heeft gedaan. Als we gaan, dan is uw licht niet te weerstaan. Uw handen en voeten willen wij zijn. Yes, let your light shine. Wij staan in het licht, licht. Breken door de duisternis, mis. Telkens als het donker is, is. Schijnen wij die felle licht. Jezus is ons licht, licht. Sterker dan de duisternis, mis. Op alles wat nog donker is. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U
Beste broeders en zusters, het thema van vanmorgen is de geboorte van Gods volk door lijden heen. En we leven natuurlijk in de lijdenstijd en dat is waarin we stilstaan bij het lijden van onze Heer Jezus Christus. En wat daaruit voortkwam, de geboorte van zijn kerk, zijn gemeente waar we deel van mogen uitmaken. En ik wil daar met jullie over nadenken aan de hand van Israël. En ik werd daar ook een beetje naast de lijdenstijd door bepaald door de hele omgang met die coronavirus. Dat bepaalde mij daar weer bij. Israël werd als voorbeeld genoemd hoe zij de bestrijding van corona deden. Alhoewel sommige mensen daar natuurlijk ook heel anders naar kijken en een negatief beeld bij hebben. En soms bij zichzelf denken van ja, is dat nou eigenlijk wel goed? Hebben ze de Palestijnen wel en de Arabieren wel voldoende gegeven? Nou, daar kun je verschillend naar kijken. Tegelijkertijd moet je zeggen dat het dit kleine landje weer lukt om op een manier met de pandemie de crisis om te gaan, waardoor ze in het nieuws komen en zij hun eigen bevolking eigenlijk heel snel met de bestrijding bezig zijn gegaan, waardoor hun samenleving weer wat opener kan worden. En zo is dit volkje eigenlijk vaak tot zegen en het is in een positie gekomen wat een halve eeuw geleden nog niet zo vanzelfsprekend was. We kennen de geschiedenis, 1948, hoe Israël tot stand kwam weer na de Tweede Wereldoorlog en hoeveel oorlogen ze daarna hebben gehad in hun strijd om het land te worden wat ze op dit moment zijn. En zo is het eigenlijk in de geschiedenis van heel dat volk gegaan, door lijden heen, door strijd heen en vandaar ook het thema de geboorte van Gods volk door lijden heen. En ik wil naar Israël kijken en ook wat parallellen trekken naar onze gemeente en onze tijd toe. Het eerste wat ik met jullie wil lezen is Genesis 12 vers 1 tot en met 3. En ik ga dat lezen. Genesis 12 vers 1 tot 3. De Heer zei tegen Abram, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken en ik zal je zegenen en ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op de aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Het zaad voor de geboorte van Israël ligt in deze roeping van Abraham. Deze roeping van Abraham is in feite de start van Gods volk. Een volk dat God zich verkoos. Te midden van een bevolking dat een veel godendom kende waar Abraham vandaan komt, roept God Abraham om op weg te gaan en hem na te volgen. De ene levende God. Abraham werd geroepen om afscheid te nemen van zijn familie en alles wat hem zo vertrouwd was. En God riep hem met maar een paar woorden, ga weg, trek weg. En die paar woorden hebben de geschiedenis veranderd. Abraham, hij luisterde naar Gods stem. En hij werd de vader van alle gelovigen. Het is dezelfde God die in Jezus, in Matteüs 28, zijn kinderen oproept om op weg te gaan. Achter hem aan te gaan en om alle volken tot zijn discipelen te maken. En als je op weg wil gaan, achter Jezus aan, dat betekent dat je ook iets moet achterlaten. Misschien dat wat je vertrouwd is en dat wat je zo dierbaar is. Dat is niet altijd makkelijk. We houden van het oude normaal, om het maar even in deze termen te zeggen. Zoals het was en altijd ging. En soms kom je daar maar moeilijk los van om het nieuwe tegemoet te gaan. Omdat we vasthouden aan het vertrouwen. Wat was nu het geheim van Abraham om zijn geschiedenis en zijn familie achter zich te laten en het onbekende tegemoet te gaan. Met de woorden van God, trek weg. In de Joodse traditie worden die woorden trek weg, leg lega in het Hebreeuws, op een paar manieren uitgelegd. En ik projecteer dat in de PowerPoint, zodat u het mee kunt lezen. De eerste manier waarop dat wordt uitgelegd, die twee woorden, trek weg, leg lega, is ga voor jezelf op reis. En dat betekent zoveel als ga in vertrouwen voor jouw toekomst, voor God, wat God door jou heen kan doen, tot zegen voor anderen. Ga zo op weg.
Ga op weg als gelovige van de Heer Jezus Christus voor jezelf. Wat God door jou heen kan doen op jouw levensweg. Het tweede, een manier waarop men naar die woorden kijkt, is ga met jezelf op reis. En dat hangt er wel mee samen. Ga met jouw geloof, leef uit jouw geloof als een voorbeeld voor anderen, hoe jij vertrouwt op de levende Heer. Ga met jezelf en jouw geloof op reis. En de derde wat die woorden trek weg, lega, betekenen in het Hebreeuws, ze worden gezien en geïnterpreteerd, is ga alleen. Heb de moed om zaken en mensen die je vertrouwd zijn achter je te laten en achter de Heer aan te gaan. Hem te volgen, zijn roepstem te zoeken. Nu, wat was het geheim van Abraham om op weg te gaan, om een open oor en hart te hebben voor de roepstem van God die zei, trek weg. Abraham verbond zich aan God om te willen luisteren naar Gods stem en in zijn wegen te gaan wandelen. En zo worden wij geroepen met hetzelfde verlangen om naar Gods stem te luisteren, om op weg te gaan als Jezus volgelingen en in zijn wegen te wandelen. Hoe? Door Gods woord centraal te stellen en door in ons persoonlijk leven ook te zoeken en te luisteren naar de roepstem van de Heer. Mag ik jullie voorbeeld geven uit de afgelopen week? Ik sprak met een gemeentestichtend project die nu 10 jaar bestaat en ze belden op voor een afspraak. En ik sprak met de 3 raadsleden en ze zaten eigenlijk op een dood punt. Ze wisten niet meer hoe ze verder moesten. Een kleine groep mensen en van de oorspronkelijke 14 starters was meer dan de helft weggetrokken, verhuisd naar andere plaatsen. En er was geen nieuw kader meer over en men dacht, moeten we stoppen? En al pratende weg kwam natuurlijk hun pijn en hun verlangen op tafel. En aan het eind van de avond zei zo mooi een van de oudsten, misschien moeten we het heel eenvoudig doen de komende half jaar. Moeten we gewoon elke zondag samenkomen en samen bidden, samen Gods woord lezen, daarover nadenken en een kop koffie met elkaar drinken. En dan zien of die visie die ooit bij die 14 starters was, of die nieuw leven ingeblazen wordt bij de groep die er nu is. En om van daaruit naar een 2.0 versie van het gemeentestichtende project te werken. Mooi. Willen luisteren naar Gods stem, samen die zoeken te verstaan en achter die stem aan te willen gaan. De stem van de Heer van de gemeente, die als geen ander weet ook wat de gemeente nodig heeft. Dat is een mooie. Abraham luisterde naar die stem en ging op weg. Daarmee was het nog niet een volk. Daarmee werd het een familie die onderweg ging. En God beloofde hem in de verse die we hebben gelezen dat hij tot een volk zou worden en tot zegen van andere volken zou zijn. Nou, de geboorte van het volk zelf, zou je kunnen zeggen, vindt feitelijk plaats in het tweede Bijbelboek, in Exodus. Abraham was bereid naar de stem van God te luisteren en zo werd de kiem van die geboorte in Exodus beschreven. Gelegd. En in Exodus wordt dan beschreven hoe die geboorte daadwerkelijk plaatsvindt. En ook daar is het heel aardig om eens te kijken naar het woord volk in Exodus. En jullie kunnen dat meekijken in de PowerPoint presentatie. Het Hebreeuwse gebruikt een aantal woorden om volk weer te geven. En dat zijn de volgende woorden. Am is volk, het volk. Koi is natie of ook wel lichaam. Kahal is vergadering. En Eda is gemeenschap. Dat zijn verschillende woorden en ze laten zien dat het gaat om het samenleven van het volk van God. En als je die woorden goed gehoord hebt, dan zijn het bijna de woorden die in het Nieuwe Testament ook terugkomen als over de gemeente wordt gesproken. Dan zijn het bijna echo-woorden van dat wat in het Hebreeuws over Israël wordt gezegd in Exodus. Het gaat om een gemeenschap, om een lichaam te vormen,
om een vergadering. Allemaal woorden die dat uitdrukken van gemeenschap van Jezus Christus. Het gaat dus om het samenleven van Gods kinderen, hoe ze met elkaar samenleven. De woorden drukken als het ware de gemeente als een eenheid uit, als een volk. Eenheid, terwijl er binnen dat ene volk heel verschillende mensen zijn met heel verschillende meningen, die het soms ook heel vaak niet met elkaar eens zijn. Wat dat betreft kan het Joodse volk daar ook wat van, meningsverschillen, en die met elkaar tegen elkaar uiten. Maar wat is dan de basis van de eenheid in dat volk? Hoe is dat volk geboren, zou je kunnen zeggen? De basis wordt gelegd in Exodus, en wel bijzonder in Exodus, de hoofdstukken 19 en 20. En ik lees een paar versen zo uit hoofdstuk 19 en een paar versen straks uit hoofdstuk 20. De hoofdstukken zijn als het ware een soort hoogtepunt in de geschiedenis van Israël, waarin het volk inderdaad geboren wordt en God zich verbindt aan het volk en dat verbond ook gesloten wordt, terwijl ze net bevrijd zijn uit Egypte, uit de slavernij uit Egypte en in de woestijn zijn, sluit God een verbond met dat volk. In Exodus 19 vers 4 tot 6 lezen we het volgende. Exodus 19 vers 4 tot 6. Daar zegt God het volgende. Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit zijn voor mij. Kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. In deze verse staat dat het volk een koninkrijk van priesters wordt genoemd, een heilige natie. Deze beschrijving wordt ook wel door Petrus genoemd in het Nieuwe Testament, als hij de gemeente van Jezus Christus beschrijft. Een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Wij die voor Gods troon mogen verschijnen, onze zonden belijden, pleiten op het offer van de Heer Jezus Christus op Golgotha en de levende Heer aanbidden. Je zou kunnen zeggen dat is onze redelijke eredienst. Dat kunnen we ook thuis doen. Liefst doen we dat met elkaar. Maar het is bidden, belijden, aanbidden en God danken dat we in Jezus Christus bij hem mogen horen. Dat zijn priesters. We zijn koninkrijk van priesters. En een tweede, een heilige natie. Heilig is apart gezet, toegewijd. En Israël had, terwijl het na dat verbond, het verbond gesloten werd, had een speciale ruimte, de tabernakel, die tent, dus een heilige plek daar waar God is. En ze hadden heilige tijden, de feesttijden en de Sabbat, die toegewijd moesten zijn aan God. Je zou kunnen zeggen, zij moesten zowel fysiek in die tabernakel als in de tijd, in hun agenda, ruimte maken voor God. Ruimte in hun leven maken voor de Heer Jezus Christus. Een heilige natie zijn mensen, is een volk bestaande uit volgelingen die niet altijd druk in de weer zijn, maar ruimte maken in hun leven voor Jezus. Die de stilte opzoeken, door te luisteren in plaats van te spreken, door te zijn in plaats van te doen, door toe te laten dat er iets met ons gebeurt in plaats van dat wij iets laten gebeuren. En dat is misschien wel een enorme les bij de verbondsluiting van Israël ook voor ons, om ruimte te maken voor God en voor de Jezus Christus in je leven. Inderdaad, door die stilte te zoeken en te luisteren naar zijn stem. Een uitdaging voor drukke mensen met drukke agenda's. En iets wat we ook weer mee mogen nemen deze week in. In hoeverre maak jij
ruimte in jouw leven, in jouw agenda, om voor de Heer Jezus, zodat Hij kan spreken en jij stil wordt. Laat ik een voorbeeld geven in één regel uit het verbond wat God met Israël geeft. Wat die ruimte nou expliciet uitdrukt. Dat is natuurlijk de Sabbat. De regel van de Sabbat. Is één van de voorbeelden van de 10 wetten, de 10 regels die God gegeven heeft aan Israël. Op deze unieke gebeurtenis daar op de Sinaï en hij zich openbaart aan het volk. God sluit een verbond met Israël. En die gebeurtenis is inderdaad uniek. En in Exodus 20 lees ik jullie dat voorbeeld eventjes. Het staat in vers 2. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit het slavernij heeft bevrijd. Dat is de basis. God die ons... die het volk heeft bevrijd uit de slavernij en tot volk ook gemaakt heeft. En dan vers 8. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar op de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Prachtige regel in de wet van God, waarin dat ruimte maken voor God zo expliciet naar voren wordt gezet, in de agenda's van mensen wordt gezet, in het ritme van de week en van het jaar wordt gezet, ruimte wordt er gemaakt voor God. Tijdens die unieke gebeurtenis van die verbondsluiting, want uniek was het. Het was uniek in meerdere opzichten. Stelt u zich eens voor, dat volk in de woestijn, het grote volk en God die zich openbaart. God was zelf een van de verbondspartners die zijn handtekening zette onder het verbond. Absurd in de oren van de mensen van de omliggende volken in die tijd. En misschien wel even absurd voor oren van mensen van vandaag de dag. Een God die een handtekening zet, die een verbond aangaat met mensen. Die een persoonlijke relatie met mensen wil hebben. En dat persoonlijke komt ook in het tweede aspect wat zo uniek is in dit verbond naar voren. God sluit een verbond met het hele volk. Niet met machthebbers, niet met leiders. Maar met alle mensen. Iedereen in Gods volk telt mee. En daarom vinden wij het zo belangrijk in de gemeente dat je een gemeentevergadering hebt. Dat elke stem telt. Dat elke mening vanuit mensen gehoord mag worden. En dat mensen daarover na mogen denken. Iedereen is voor God gelijk en belangrijk. En het verbond is ook uniek, in de laatste plaats, omdat het in vrijheid werd gesloten. Een vrije samenleving met een vrije keus en verantwoordelijkheid. God die in vrijheid aanbeden wil worden. Je wordt niet gedwongen hem te dienen. Maar hij vraagt aan iedereen in het volk, ook daar in Exodus, om een ja onder het verbond. Hij vraagt aan ons allemaal, Heer Jezus Christus, geloof jij in mij? En heb je dat geloof in mij ook beleden? Heb je je laten dopen om daar zichtbaar uiting aan te geven dat je mij wil volgen? Dit is de enige God die een vrijheid aanbidden wil worden. En vrije mensen vraagt om hem te volgen. En dan geeft God die Torah, die prachtige geschiedenis, die regels van God, begrijpelijk voor iedereen, voor heel Israël, uniek ook in de wereld. En zo sluit God dat verbond. En werd het volk als het ware geboren. Door lijden heen werd het volk geboren. En dat volk mocht leven tot eer van God. En in Deuteronomium 4, aan het eind van die Torah, wil ik toch nog lezen, omdat dat zo mooi iets laat zien over wie God is en ook voor ons wil zijn. Deuteronomium 4, vers 5 tot 8. Dan zegt Mozes het volgende. Zoals de Heer mijn God mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit neemt. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volkeren die dat zien, zullen zeggen, wat is dat grote volk wijs en verstandig? Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij, de Heer onze God, telkens als wij hem om hulp roepen.
Prachtig, hè? God is een God van nabij. En hij zegt, welk volk heeft een God die zo nabij is? Een God van nabijheid in Jezus Christus naar ons toegekomen. Een Christus die bereid was zijn leven te geven. Om die nabijheid van de Vader en de genade en de liefde van de Vader te tonen. Op hem mogen we bouwen. Als gemeente van Jezus Christus, want Hij is de Heer van de gemeente, de levende Heer. En Hij die in u en mij en in uw gemeente een goed werk begonnen is, zal het ook voltooien. We mogen op Hem bouwen. U mag op Hem bouwen. U mag het zichzelf eigen maken in alle vrijheid. Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser. Amen. Geef u meer dan een lied,
heb zelfs spijt van hoe ik ermee omging. Want het gaat toch om u alleen, broeders en zusters, we mogen de Heer danken voor deze morgen. Die wil ik u graag in voorgaan. We danken u, Hemelse Vader, voor wie u bent. We danken u dat u een God bent die spreekt, die roept, die Abraham riep en hij ging. Een onzekere, onbekende toekomst tegemoet, vertrouwend op wie u bent. Heer, dank u dat u, toen u deze aarde verliet, u die volgelingen opriep om te gaan, de wereld in te gaan. En het goede nieuws van redding en bevrijding en vergeving en verlossing door te geven aan mensen die u nog niet kennen. Om weg te gaan, op weg te gaan. Om uit te delen, om alle volkeren tot uw discipelen te maken en hen te dopen en hen te leren onderhouden alles wat u gezegd hebt in uw woord. Dank u dat u zo spreekt, dat u nog steeds spreekt, dat u nog steeds mensen roept. We zitten met jou. Ik ben een God die in vrijheid aanbeden wil worden, die het beste met je leven voor heeft. Wil je mij volgen? U roept mensen. En dank u wel dat we over die roep na mogen denken en mogen besluiten over u volgen. U verlangt ernaar, Heer, dat we dicht bij u leven, omdat u een God bent van nabij. Zoals Mozes zo mooi in Deuteronomium zei, alle volkeren zullen zien dat ik de enige God ben van nabij. Zo hebt u zich geopenbaard in Jezus uw Zoon. En daarvoor willen we u voor danken. We willen u danken, Heer, dat we u mogen kennen. We willen u danken, Heer, dat we een gemeenschap van broeders en zusters mogen vormen. U kent ook echt in ieder van ons. U weet wat we nodig hebben. En zo mogen we ook de noden van de gemeente voor uw troon brengen. U kent het iedereen, Heer. U weet, kent de mensen die ziek zijn, die lijden kennen. In welke vorm dan ook maar. We dragen ze op voor uw troon, Heer. Wilt u ze nabij zijn? Heer, we denken aan de ouderen in de gemeente. Wilt u ook hen nabij zijn? En zij die eenzaam zijn, Heer, we dragen hen allemaal op voor uw troon. En vragen om de doorwerking van uw geest, dat ze getroost mogen worden in de wetenschap dat u een God bent van nabij. We bidden voor de wereld. Heer, we hebben verkiezingen achter de rug. Heer, we bidden dat het proces wat zal volgen, Heer, om samen een regering te vormen, dat daar ook mensen naar voren zullen komen die u kennen en volgen. Heer, we dragen dat proces ook op voor uw troon. Heer, wilt u ook maken dat er een goede regering komt voor ons land. We bidden voor de wereld. Heer, we denken aan gebieden waar het zo onrustig is. Waar mensen, alsof er geweld is. We denken aan Jemen, maar we denken ook aan andere gebieden. Heer, ontfermt u zich over deze wereld. Ontfermt u zich over de vluchtelingen die vastzitten in de eilanden in Griekenland. Ontfermt u zich over delen van Afrika waar honger is.
en zegent u de hulp die daar gegeven wordt. Ontfermt u zich over deze wereld. Zoals we bidden in het Onze Vader, uw Koninkrijk komen, Heer, dat daar vertrouwen we op, dat u eens alle dingen nieuw maakt. En zo willen we bidden en u danken, in Jezus' naam en uit genade. Amen. Dan is er gelegenheid voor een collecte. En de collecte is bestemd voor Alco en Mirjam Stoel. Hallo gemeente, Alco en Mirjam hier. We zijn nu 3,5 maand terug in Nederland en dat voelt goed. We zijn blij dat we hier zijn, helemaal in deze tijd met de coronacrisis. Het is goed om wat dichter bij familie en vrienden in de buurt te zijn. Best wat pittige maanden gehad hè, in ons privégezin. Maar ook het verhuizen meermaals op en neer. Toch ook wel financieel wat af en toe even een uitdaging is. Maar we komen niks tekort. God zorgt goed voor ons. En met jullie bemoedigingen, we krijgen nog steeds prachtige mailtjes binnen. Ook vanuit jullie gemeente, van jullie zijn we ontzettend dankbaar voor. We voelen wat dat betreft best wel wat betrokkenheid. En dat is heel fijn. We voelen ons echt wel goed dat we hier weer zijn. Op dit moment is Joshua, die is positief getest op corona vorige week. Dus we zitten op dit moment in quarantaine met elkaar. Gelukkig zijn de klachten mild. En is eigenlijk de enige die dat ook heeft is Nora. Voor de rest zijn we nog gezond. Dus we hopen en we bidden dat dat zo blijft. En dan kunnen we hopelijk over anderhalve week ons gewone leven weer oppakken. Ja, en met de missie gaat het ook goed. Misschien dat jullie niet veel horen van ons, maar dat komt ook omdat er veel op de achtergrond gebeurt. En tijdens COVID is het ook wel heel erg moeilijk om dingen zichtbaar te maken. Maar we zijn bezig met een pand in het centrum van Veendam om daar een koffiecafé te starten. Niet echt een inloophuis, maar echt een koffiecafé waarbij we met kwetsbare jongeren aan het werk gaan onder begeleiding. Daarnaast komt er een jongerencentrum soort van bijeen. Eigenlijk is het meer een jongerenclub. We gaan 2 avonden openen. De vooruitzichten zijn heel goed. De eerste subsidies druppelen binnen hiervoor. En we hopen dat dit een lichtbaken in Veendam gaat zijn. En we zijn ook wel bezig met schoolmissies. Maar het staat met potlood in de agenda. Maar of het echt gaat gebeuren is natuurlijk het tweede. Ja, de collecte van vandaag is dan ook voor onze missie bedoeld. Fantastisch dat we deze kans opnieuw krijgen. Ja. We voelen ons erg bevoorrecht en we bevelen hem dan ook van harte bij jullie aan. Niet zozeer voor ons persoonlijk, maar wel voor onze missie die tot op de dag van vandaag niet is gestopt. Integendeel, de deuren staan wagenwijd open en de oogst is rijp om te oogsten. Dus blijf ons steunen waar het kan. En daarmee steun je niet alleen ons, maar steun je vooral het werk wat God in Veendam doet. Ja. En daar hebben we eigenlijk alle hulp bij nodig. Dus God zegen voor jullie allemaal. En we hopen jullie gauw weer te zien. Fijn dat we zo onze gaven hebben kunnen geven. En zijn we aan het eind van deze dienst gekomen. En mogen we ook ons openstellen voor de zegen van God die Hij ons wil geven. Niet om die alleen voor onszelf te ontvangen, maar ook weer door te geven aan de mensen die we mogen ontmoeten in de komende week. Ja? Mag u voorgaan in de zegenbeden. De Heere zegene u en de Heer behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Totdat Jezus terugkomt in heerlijkheid. Amen.
Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Hou vol, hou vol. En twijfelaars elkaar. Maar kijk, wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd achterna. Hou vol, hou vol. Hou vol, hou vol.